President Desiree Bouterse bevestigt in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut dat oud-bankier Sigmund Proeven voor 6 maanden in de functie van governor bij de Centrale Bank van Suriname zal waarnemen. Verschillende gesprekken met de Surinaamse Bankiersvereniging hebben volgens de president niet tot een gezamenlijke keuze geleid. Dit heeft gemaakt dat hij binnen de Raad van Commissarissen bij de Centrale Bank van Suriname heeft gekeken wie de job zou kunnen doen. Ten slotte is aan Proeven gevraagd de functie te vervullen. Ik ben toen in contact getreden met de heer Proeven. En ook hij in eerste instantie die bedankte voor de eer. Een tweede gesprek en zelfs een derde gesprek kwam eraan te pas. Omdat dit geen gemakkelijke job is. Op een bepaald moment hebben we een lang gesprek gehad waarbij de heer Proeven, als hij de materie kende, duidelijk aangaf van kijk, indien ik het accepteer, wil ik toch wel dat er x aantal regels in acht worden gehouden. Ik ben de governor, alles is tijdelijk voor 6 maanden. De president haalt verder aan dat een van de voorwaarden van Proeven is dat hij de ruimte krijgt om met de financiële instellingen waar volgens hem nog dubieuze zaken geschieden aan tafel te zitten. Vooral met de cambiohouders wil Proeven harde afspraken maken. Een van de instellingen waar er vaak nog dubieuze zaken over zijn, daar wilde hij heel graag over praten met de wet in de hand. En met de actoren zelf, namelijk de cambio's. Hij zegt, indien ik een bijdrage kan leveren om deze zaken in place te stellen, ben ik wel bereid om voor 6 maanden de functie te waarnemen. Dus nadat we, sinds de zaak speelt, gekeken hebben naar een kandidaat of een kandidaat heb ik dus uiteindelijk binnen de Raad van Commissarissen de heer Proeven gevraagd. We zijn er in formele zin nog niet uit, omdat zoals u weet, voor zo'n aanstelling heb je nog bijvoorbeeld antecedentenonderzoek, dat ligt nog bij de PG. Dus dat zijn zaken die nog formeel moeten worden afgehandeld. Voordat wij kunnen zeggen, alle paparazzen zijn in orde en we kunnen overgaan tot daadwerkelijke uitvoering. President Desiree Bouterse over de aanstelling van oud-bankier Sigmund Proeven bij de Centrale Bank van Suriname.